bekend, want er is een grote misbruikzaak in de Nederlandse televisiewereld. Ja, en niet zomaar een nieuwe MeToo-zaak, maar de grootste misbruikzaak uit de Nederlandse film- en televisiegeschiedenis. Tot vandaag had niemand er iets over gehoord, maar naar nu blijkt is film- en tv-regisseur Karst van der Em, de man van Leni het Hart, veroordeeld voor het misbruiken van verschillende kinderen die in zijn productie speelden. En het waren onder meer bekende series als deze. Hey, hoe vind je deze? Waardeloos. Duivel. Bijna goed. Is een bokkenrijder. Bokkenrijder? Ja, de legende van de bokkenrijders, lang geleden allemaal. Hoe komt het dat het nu naar buiten komt? Ja, omdat een paar van zijn slachtoffers vandaag voor het eerst hun verhaal doen in Weekblad Privé. De journalist die dat allemaal opschreef is Frank Waals. Die is als een ware Don Quixote alle misbruikverhalen uit Hilversum aan het verzamelen. Zo kwam hij ook met het verhaal over casting director Job Goschalk. En hier vertelt hij aan de Telegraaf welke verhalen hij van de slachtoffers van regisseur Van der Em hoorde. Misbruik vond eigenlijk alleen plaats op momenten ervoor of erna. Hij nam kinderen mee weekendjes weg in zijn camper of naar een restaurant of naar een dierentuin. Zogenaamd om als groep kinderen een band op te bouwen. Maar ja, goed, dat doe je niet door met elkaar het bed in te duiken als er nogal een leeftijdsverschil tussen zit. Nee, en deze Karst van der Em, dus de regisseur, die is er destijds voor veroordeeld. Ja, hij zou tientallen kinderen hebben misbruikt, maar drie daarvan van zijn slachtoffers die stapten naar de rechter. En hij is in november 1990 in die zaak veroordeeld tot 7 maanden voorwaardelijk. Maar dat stond destijds anoniem in de krant als de veroordeling van een 41-jarige man uit Baren. Niemand die wist dat het hier om Karst van der Em ging. Zijn belangrijkste opdrachtgever, de NCRV, die wist dat wel, maar die hield het onder de pet, stellen de slachtoffers. Vandaag laat de omroep in een schriftelijke verklaring weten dat ze geschokt zijn en zulk gedrag vanzelfsprekend ten zeerste veroordelen. Ja, goed. Het is natuurlijk allemaal 30 jaar geleden. En dan is toch de vraag, hoe komt het allemaal dat het nu naar buiten komt? MeToo, ongetwijfeld. Klopt, dat heeft natuurlijk met die hele MeToo-discussie te maken. Maar dat ze zo lang hun mond hebben gehouden komt ook door de jonge leeftijd van de slachtoffers, zegt Waals. En de loop der jaren, er zijn verder geen aangiftes meer geweest. Hij is natuurlijk 1 keer veroordeeld. Maar goed, hij was in die tijd zo'n belangrijk figuur in de filmwereld. En al die kinderen waren zo klein dat ze niet durfden te praten of niet konden praten. Nee, akelige zaak. Je vraagt je af wel, ook in Amerika gebeurt er van alles in de filmwereld. Dit is dan weer in de televisiewereld. Waarom juist in die film- en tv-wereld? Ja, dat vroeg ik me ook af, maar toch is daar een logische verklaring voor, zegt psychiater Bram Bakker. In de entertainmentindustrie komen twee dingen ongelukkig samen, namelijk mensen die bovenop de apenrot zitten, kunnen heel makkelijk de mensen gebruiken die daar naar boven willen. Dus de kwetsbare mensen zitten ook veel in de entertainmentindustrie, net als de misbruikers. En aan de stroom MeToo-beschuldigingen is nog geen einde gekomen. Onder meer een hoge baas van filmstudio Pixar, New York Times-verslaggever Glenn Trush en CBS-presentator Charlie Rose, die liggen nu onder vuur. En het eind is nog lang niet in zicht, zegt Bram Bakker. De kans dat het voortduurt is vrij groot, omdat er natuurlijk steeds voor media interessante namen opduiken. Ja, en zolang de naam interessant is, zal de berichtgeving voortduren. En het is natuurlijk niet uitgesloten dat er nog bekendere mensen in beeld zullen komen. Dankjewel, Lammert.